Good morning, my brothers and sisters. I am sorry that I have to preach in English. But ik praat nu een beetje Nederlands. The last time I said that, I was in Suriname. I always wanted to work in Suriname. And one day when I was working in the Caribbean Union, the union treasurer called me. David, would you be willing to be the treasurer of the Suriname mission? I said, Suriname. I've always wanted to learn Dutch. En toen zei ik, ja, ik ben altijd gewillig om Nederlands te leren. I would be happy to do that. En dat wil ik heel graag doen. Unfortunately, jammer genoeg, I was teaching at the university. Gaf ik onderricht op de universiteit. There in Trinidad. In Trinidad. And the university president said, absolutely not. En de president van de universiteit zei, dat zal je absoluut niet doen. We waited for 3 years for David Gates. We hebben 3 jaar gewacht op David Gates. And we're not going to lose him now. En we gaan hem nu niet verliezen. So the union said, okay, you can stay. Dus de unie zei, okay, goed, je kan blijven. But I came pretty close to coming to the time when I could learn Dutch. Maar het scheelde heel weinig dat ik dus daar naartoe zou gaan. God has beautiful people in every country. God heeft bijzonder mooie mensen in elk land. Beautiful languages. Bijzonder mooie talen. And I look forward to heaven when we will have a chance to learn all of them. En ik zie er naar uit om naar de hemel te gaan zodat we mee komen elke taal te leren. I believe with all my heart that we will speak all the languages in heaven. En ik geloof met mijn hart dat wij in de hemel alle talen zullen spreken. Because some music was composed in some languages that only is beautiful in that language. Want sommige muziek is gecomponeerd in een bepaalde taal die alleen volledig tot zijn recht komt in die taal. And we will have to sing it in the native language. En we zullen dus moeten zingen in de oorspronkelijke taal. The language in which God inspired that music. Waar die God gebruikt heeft om het in klank te krijgen. So I am grateful to God for having given me an opportunity to work in so many countries. Dus ik dank de Heer dat hij mij de kans gaf om in verschillende landen te werken. And to have tasted the beauty of so many different cultures. En dat ik moet proeven van de schoonheid van verschillende culturen. It was always God's dream. Het is altijd God's droom geweest. To have a people. Om een volk te hebben. In his own image. In zijn eigen beeld en gelijkenis. And we're going to be talking about this morning. En we gaan deze ochtend daarover praten. God's dream. God's droom. And about what God is trying to do today. Wat God vandaag voor elkaar wil krijgen. But first I want to bring you greetings from South America. Maar eerst wil ik u de groeten doen uit Zuid-Amerika. I am living along the Amazon River in the city of Manaus. Ik woon langs de rivier bij de Amazones. For 24 years I've been flying across the Amazon looking down at that big river. En voor 24 jaar lang, dan vlieg ik al over die rivier. And saying to myself, someday I'm going to work down there. En ik zei altijd tegen mezelf, op een dag zal ik ook daar werken. About 28 years ago, the General Conference called me. 28 jaar geleden belde de generale conferentie mij op. And said, David, we have a call for you to work in Brazil. En die zeiden, David, we hebben een mogelijkheid voor jou om in Brazilië te werken. In Manaus. In Manaus. In Manaus. 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 As a mission pilot. Als een zendeling piloot. And I said, really? How exciting. En ik zei, dat wil ik graag doen. Hoe geweldig is dat dan niet? They said, we also have an invitation, a call for you from Mexico. En ze zeiden, maar we hebben ook een uitnodiging uit Mexico voor jou. Two calls. Oh, wel twee uitnodigingen. We also have a call from you, for you, for Peru. En ook een uitnodiging vanuit Peru. Three calls. Dus dat is al de derde uitnodiging. Well, you decide which one is for me and I'll take it. En jij mag wel beslissen op welke uitnodiging jij ingaat. Oh no, David. Oh nee, David. We won't decide. We zullen niet voor jou beslissen. They would get very upset at us if we decided. Ze zullen heel boos worden als wij beslissen voor jou te nemen. You have to decide. Jij moet die beslissing nemen. How does one decide between three church invitations? Whenever God calls, it should be clear. But the very first opportunity involved three choices. Brazil, Mexico, or Peru. Brazilië, Mexico, of Peru.
Now, I already knew Peru because I've been there before. Peru ken ik wel, want ik was daar eerder al geweest. I knew about Brazil because I was familiar with it. En met Brazilië was ik ook enigszins bekend. So I called the union president in Mexico. Dus ik belde de president van de Unie in Mexico. Tell me more about that, your need. En ik vroeg hem, vertel over de noden die jullie hebben. I have to make a choice. So he told me what the need was. Dus hij vertelde mij wat ze. And my wife and I prayed about it. En ik en mijn vrouw hebben erover gebeden. And the Lord said, Mexico. En hier die zei Mexico. So we called the general conference. Dus we hebben de generale conferentie verteld. And I said, the Lord has asked us to go to Mexico. En ik zei, de Heer heeft ons verteld dat wij naar Mexico moeten gaan. Oh, he said, haven't you heard? En toen zei hij van, heb je dat niet gehoord? They don't have that budget anymore. Ze hebben dat budget. Budget is niet meer toereikend. So they have withdrawn the invitation. Dus ze hebben die uitnodiging ingetrokken. They don't need me anymore? Hebben ze me niet meer nodig? Why would the Lord send us to Mexico when there's no need? Waarom zendt de Heer ons naar Mexico als ze ons niet nodig? So I called the union president. Dus ik belde weer de president op. We still need you. En ik zei, en ze zeiden, we hebben je nog steeds nodig. But we don't have any money for that budget anymore. Okay. Okay. So we still will come. We still will come. Ik zei, we zullen nog steeds komen. No, but you don't understand. We can't pay you that, like that anymore. Maar hij zei, je begrijpt het niet. We kunnen je niet betalen. What does money have to do with it? Maar wat heeft geld ermee te maken? What do you mean? Wat bedoel je daarmee? You don't care about your salary? Geef je er niks om je salaris? No. Nee. When God calls you somewhere, he will take care of your needs. Als de Heer je roept om ergens toe te gaan, zal hij voorzien. He says, we're not used to hearing that from the workers. En toen zei hij van, we zijn niet gewend om dat te horen van onze werkers. I called the general conference and said, we're going to Mexico. Dus ik belde de conferentie weer op en ik zei, we gaan naar Mexico. But they can't pay you all the benefits. Maar ze kunnen je niet betalen. That's okay. Dat maakt niet uit. That's where God told us to go. Maar God heeft ons verteld daarheen te gaan. And we went to Mexico. En we gingen naar Mexico. And there we adopted a little baby boy. Daar hebben we een kleine jongen geadopteerd. There I learned about hospital administration. Daar hebben we geleerd over administratie en a wonderful working relationship with the union. En we hadden een bijzondere werkerrelatie met de Unie daar. And I began my denominational service there. En ik begon dus mijn dienstverband daar. Ik begon daar te werken voor de gemeentes. 2.5 years later. 2.5 jaar later. I was hijacked. Werd ik gehijacked. I was in prison. En ik werd in de gevangenis gegooid. And I experienced the hardest days of my life. En ik heb de hardste dagen, de moeilijkste dagen van mijn leven, heb ik daar toen meegemaakt. Would we have chosen the same path again if I had known? Als ik het van tevoren had geweten, zouden we dan hetzelfde pad hebben bewandeld? Yes. Ja. Because even though it was a very difficult experience. Want ondanks dat het een hele moeilijke ervaring was, God began to teach us to trust him. Leerde God ons om in hem te vertrouwen. In fact, it's in the difficult experiences that you learn to trust him the most. Het is juist in die hele moeilijke situaties dat we op hem het meest leren vertrouwen. And today, during the 3 sermons that we have together, tijdens de 3 overdenkingen die we zullen hebben vandaag, we will learn that God is trying to teach his people to trust him once again. Wil God ons bijbrengen dat en wil hij een mens dus eigenlijk een volk wil hij dus bereid krijgen om op hem te vertrouwen. And the only way to learn to trust. En de enige manier om dat te leren is through difficult experiences. Is door moeilijkheden heen. If you don't learn to trust him now, als je nu niet leert hem te vertrouwen op dit moment, I can assure you, dan kan ik u verzekeren, you will not trust him when the storm hits. Dan zult u ook niet op hem vertrouwen wanneer de storm so God is strengthening us today. Dus op dit moment moeten we onze spieren, geloofsspieren, oefenen. Because tomorrow we're going to lift big weights. Want morgen moeten wij de zware gewichten moeten wij wegstoten. So today we have to learn to lift little weights. Dus nu moeten wij leren die kleine gewichten. Let us bow our heads for prayer. Laat ons hoofden buigen voor gebed. Heavenly Father. Hemelse Vader. Thank you for inviting us here today. Bedank u voor het uitnodigen vandaag. The special day that you've set aside for your people. Op deze speciale dag die u speciaal apart hebt gezet voor uw volk. Thank you, Lord, for giving us this opportunity. Bedank u voor deze mogelijkheid, Vader. Fill us with your Holy Spirit. Vervul ons met uw Heilige Geest. Speak to our hearts. Spreek tot onze harten. Eliminate all other influences. Elimineer alle andere invloeden. For this we pray. Want dit is wat we bidden. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. A long time ago. Een lange tijd geleden. Before the world was created. Voordat de aarde geschapen werd. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit got together. Kwamen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest bijeen. In a private
conference. In een besloten conferentievergadering. We do not know everything that happened there. En we weten niet alles wat daar gebeurde. But we do know what they concluded. Maar we weten wel wat ze dus concludeerden. In Genesis 1. In Genesis 1. Vers 25 en 26. Then God said, "Let us make man in our own image, according to our likeness." En God maakte vers 26 en 27. No, just 26. Okay, alleen vers 26. And let them have dominion over the fish of the sea and the birds of the air and over the cattle over the earth. And over every creeping thing that creeps on the earth. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde. So God created man in his own image, in the image of God, he created them, male and female, he created them. En God schiep den mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. He created them initially a little lower than the angels. Hij schiep ze in feite een beetje lager dan de engelen. And though we will not study this today, en dat gaan we niet bestuderen vandaag. It is possible to understand that that is only a temporary position. Maar het is mogelijk om te begrijpen dat het slechts een tijdelijke status is. Man was created a little lower than the angels temporarily. De mens is voor een tijdelijk is hij onder de engelen gesteld. God's plan was to create man in his own image and to be eventually higher than the angels. Het was Gods plan dat hij met de mens zou schapen naar zijn beeld en gelijkenis en dat ze uiteindelijk de positie van de engelen zouden overtreffen. But man was placed in a period of probation. Maar ze werden dus gemaakt ten tijde van een beproeving. And we know the sad story. En we kennen dat hele trieste verhaal. Our father Adam and our mother Eve failed the period of probation. Onze vader Adam en onze moeder Eva die faalden. And we have been failing ever since. En sindsdien zijn we dus keer op keer gevallen. Has God changed his dream? En heeft God zijn droom veranderd? No. Nee. It has always been God's task to have mankind in his own image. Het is altijd Gods bedoeling geweest om de mens naar zijn beeld en gelijkenis te hebben. And it's always been God's dream to restore man to that image. En het is altijd Gods droom geweest om de mens te herstellen naar zijn beeld en gelijkenis. But God's word is filled with a sad story of rebellion. Maar het woord van God is gevuld met het trieste verhaal van rebellie. Abraham was called, werd geroepen, to be a father of a great nation, om een vader te zijn van een grote natie, a nation that would represent his image before all of the other nations, een natie die als een licht zijn beeld zou vertegenwoordigen. And Abraham believed God, en God en Abraham geloofden in God, and it was accounted to him for righteousness, en het werd hem toegerekend als zijnde gerechtigheid. But he didn't always believe God. Maar het was niet dat hij altijd in God geloofde. Because God said, "I will make you a father of great nations," and many years went by. En want toen die belofte uitgesproken werd, toen gingen er nog vele jaren gingen eroverheen voordat het tot vervulling kwam. His wife Sarah was getting close to the period where she couldn't have any children. En zijn vrouw Sarah die was op het moment aangekomen dat ze geen kinderen meer kon krijgen. And finally, it became very clear, Sarah can have no more children. En uiteindelijk was het duidelijk dat Sarah geen kinderen meer kon krijgen. And then Abraham said, I have to help God. En toen zei Abraham, ik moet God een handje helpen. I'm going to find another wife and I'm going to have another child. And that way I will help him. Ik ga een andere vrouw vinden en dan zal ik wel een kind krijgen. Zo kan ik God helpen. Does God need help? Heeft God hulp nodig? But Abraham said, it's impossible. My wife cannot have children. Maar Abraham zei tegen zichzelf, het is onmogelijk. God, Sarah kan geen kinderen meer krijgen. And God waited. En God die wachtte. And Abraham had Ishmael. En Abraham die kreeg Ishmael. Verwekte Ishmael. And then God told Abraham, Ishmael is not the son I was talking about. En toen zei God tegen Abraham, Ishmael is niet de zoon over wie ik die belofte heb gesproken. Sarah will have a son. Sarah zal een zoon krijgen. But that's impossible. Maar dat is onmogelijk. Exactly. Inderdaad. That way all the world will know that only God did it. En op die manier zal de hele wereld weten dat alleen God het gedaan heeft. And Sarah had a son. En Sarah kreeg een zoon. And even though God blessed Ishmael with a promise, en hoewel Ishmael natuurlijk ook gezegend werd door God, Ishmael and his mother had to leave. Moesten hij en zijn moeder het kamp verlaten. Years later, jaren later, God told Abraham,
zei God tegen Abraham: Take your son Isaac, your only son Isaac. Neem je zoon Isaac, je enige zoon. I thought Abraham had two sons. En ik dacht dat Abraham twee zonen had. God only recognized one. God herkende maar één. The son of promise was the son that God gave him and no human being created. De belofte die uitging over die ene zoon, dat is de zoon die door God zelf werd verwekt. Today we have the same problem as Abraham. En vandaag hebben we hetzelfde probleem als Abraham. We want to help God. We willen God een handje helpen. But Abraham learned his lesson. Maar Abraham heeft zijn les geleerd. God doesn't need help. God heeft hulp nodig. What God wants is trust and faith. Wat God wil van ons is geloof en vertrouwen. Jesus said, when I come back, when the Son of Man cometh back, will he find faith on earth? Jezus zei, als de Zoon des Mensen terugkeert, zal hij dan nog geloof vinden? What God wants is faith. Wat God van ons vraagt is geloof. What does faith mean? En wat is geloof? Lord, I trust you even though I know it's impossible. Heer, ik vertrouw op u, zelfs als ik weet dat het eigenlijk onmogelijk is wat ik wil. What you promised to do, I believe you will do it. Wat u beloofd hebt, dat zal u ook doen. En dat I don't geloof see ik. Any evidence. Ik zie het bewijs nog niet voor me. I don't know how you're gonna do it. En ik heb ook geen idee hoe u dat zult klaarspelen. But I will bet my life that you will do it. Maar op mijn leven kan ik wedden dat u het zeker gaat doen. And every decision I make en elke keuze die ik maak will be according to my belief. Zal volgens mijn geloof zijn. There's a lot of promises in God's word. Er zijn heel veel beloften in Gods woord. Did you know that when God speaks, the very verb, the very action of speaking creates the answer? Wist u dat wanneer God spreekt, het werkwoord direct het antwoord is? And the verb said, let there be light, and there was light. En het woord zei, laat er licht zijn, en er was meteen licht. The very word creates the action. Het woord zelf creëert, bewerkstelligt de handeling. So when God says, when the Bibles, when Paul said, my God will provide for all of your needs according to his riches and glory. Dus wanneer Paulus zegt, mijn God die zal voorzien in al onze noden. Philippians 4:19. In Filippenzen 4 vers 19. The very promise of providing for our needs is already taken care of. Die belofte alleen, daar is al voor gezorgd. Every need you have. Welke nood u ook mogen emotional hebben. Needs. Emotional needs. Emotionele noden. Economic needs. Noden op economisch vlak. Physical, social needs. Fysieke, sociale. Spiritual needs. Geestelijke. It has already been provided for. Er is al in voorzien. God already made the promise. It's already waiting. God heeft die belofte al gemaakt en het wacht alleen op ons. The question is not if God will keep his promise. He already did. De vraag is niet of God zich aan zijn belofte houdt. Hij heeft er al in voorzien. There's no shortage of resources in heaven. En in de hemel is er geen tekort aan middelen. What God needs to activate it is to believe. His people to believe. Wat God dus in ons moet activeren is een geloof. So what is God's dream? Dus wat is Gods droom? Restore that image in mankind. Om dat beeld in de mens te herstellen. A people that will obey him because they believe God. Een volk die hem zal gehoorzamen omdat ze in hem geloven. A people that will trust him even if he takes them to the desert. En dat hij ze hem vertrouwen zelfs als ze in de woestijn geleid worden. A people that will trust him even if there's not enough water. Zelfs als er onvoldoende water is. A people that will trust him even if there's not enough food. En dat ze in hem vertrouwen zelfs als er onvoldoende eten is. A people that will do what he says even if there's not enough money. En dat er een volk is die zal doen wat hij van ze vraagt zelfs als er onvoldoende geld is. A people that will lay down their life because they know that God is faithful. En die bereid zijn hun leven af te leggen omdat ze weten dat God getrouw is. So God developed a nation from the seed of Abraham. Dus God die ontwikkelde als het ware een volk vanaf het moment van de uittocht. And we know the sad story. En we kennen het trieste verhaal. There's a story told in Ezekiel 16. In Ezekiel 16. God describes Israel like a newborn baby. Vergelijkt God Israël met een nieuwgeboren baby. I found you when you were born, when your umbilical cord was still not even cut. Dus ik vond je toen je navelstreng nog niet eens geknipt werd. You were cast out, abandoned. En je werd verlaten, je werd verworpen en alleen gelaten. I picked you up. En ik heb je
opgeraapt. I washed you from your blood. Ik heb je gewassen van je smerigheden. I dressed you and gave you good food. Ik heb je aangekleed en ik heb je goede voeding gegeven. You grew up like a beautiful woman and you matured. En je groeide op en je ontluikte als een prachtige vrouw. And I married you. En ik trouwde je. And you committed adultery. En toen beging je overspel. And you ran with all the other men. En je ging met al die andere mannen. The gods of other nations. The gods of other nations. De goden van andere naties. This has been God's problem the whole time. Dit is Gods probleem door alle eeuwen heen. He cares for us. Hij geeft om ons. He provides for us. En hij Hij bereidt alles voor ons voor. He gives us our food and our education and our health. Hij geeft ons voeding, gezondheid, educatie. The angels hold the winds of strife so that we have liberty. De engelen die houden de winden van oorlog en strijd houden ze tegen zodat we vrijheid kunnen genieten. He provides for our economic needs. Hij voorziet in onze economische noden. And his people have always committed adultery with the world. En toch gaat zijn volk als pleegt ze altijd overspel met de wereld. When Jesus came to this earth, toen Jezus naar deze aarde kwam, they rejected and killed the Messiah. Verwierpen ze en doden ze de Messias. And even though the message has gone now to the world, en hoewel deze boodschap de hele wereld bereikt heeft, and even though God's dream is still the same, en hoewel Gods droom nog steeds hetzelfde is, God is preparing a last day people today. Bereidt hij een laatste dag volk op, als het ware. He's cared for us. En hij zorgt voor ons. He's given us everything we can imagine. En hij schenkt ons alles wat we ons maar kunnen voorstellen. He's kept us from death. He's kept us from death. Hij heeft ons als het ware behouden van de dood. He's rescued us from disaster. Hij heeft ons verlost van tragedies. I myself. Ik have been saved so many times from death. Ben zo vaak als het ware gered van de dood. Let me ask you. Mag ik u deze vraag stellen? How many of you have been saved from death? Hoeveel van u zijn van de dood gered? A very good majority. Toch wel een aardig aantal. The longer we live, the more conscious we are that God has intervened to save us. Hoe langer we leven, hoe meer we bewust worden dat God interveert en dat hij een stokje ervoor steekt om ons te redden. Our life does not belong to us. Ons leven behoort ons niet toe. Our life belongs to God. Het behoort hem toe. Everything we have, he gave to us. Alles wat hij ons gaf is in bruikleen. We were born naked. We zijn naakt geboren. And when we die, we certainly will take nothing with us. En wanneer we sterven, nemen we niks met ons mee. It's a gift of God, what we have today. Het is een gave van de Heer, dat wat we nu hebben. We would have nothing if God did not give it to us. Als God het ons niet gegeven had, hadden we niets. So what does God deserve from us? Dus wat is wat God van ons verlangt? The word is loyalty. Het woord, het sleutelwoord is loyaliteit. Loyalty from his people. Loyaliteit van zijn volk. He has blessed us and given us everything we have. Hij heeft ons gezegend met alles wat we nodig hebben. The least he deserves is our loyalty and our love. Het minste wat hij van ons verlangt en wat hij verdient is onze loyaliteit and en liefde. If you love me, keep my commandments. En Jezus zei: als je van me houdt, onderhoud mijn geboden. Now this is a problem. En dit is dus het probleem. We humans cannot obey God. Wij mensen kunnen God niet gehoorzamen. Look what Israel did. Kijk wat Israël deed. You know where they went wrong? Weet je waar het misging? At the very beginning. Aan het begin. God came down in majesty on Mount Sinai. God die kwam neer in zijn majesteit op de berg Sinaï. He brought them out of slavery. En hij verloste ze, leidde ze uit slavernij. They left as slaves, but they came out with much riches. Ze waren geen slaaf meer, maar ze gingen met rijkdommen gingen ze uit het land Egypte. God opened the Red Sea. En hij splijtte de Rode Zee. And he drowned all the enemies. En hij heeft al de vijanden laten verdrinken. And then he brought them to Mount Sinai. En toen bracht hij ze tot de berg Sinaï. And he gave them his law. En hij gaf hen de wet. Now what was the response? Wat was hun reactie daarop? This is where the problem lies. En hier ligt het probleem dus. De wortel van het probleem. They said everything that God has said we will do. Ze zeiden toen: alles wat de Heer ons beveelt, zullen wij doen. Failed the exam. Het examen hebben ze dus verprutst. They could not. Dat konden ze they niet. Never did. En dat hebben ze ook nooit gedaan. When were they obedient? Waar lezen we in de Bijbel dat ze wel gehoorzaam waren? What about us today? Hoe zit het dan met ons? Everything God told us we will do.
Alles wat de Heer ons vertelt te doen, zullen we doen. We will go to church on Sabbath. We gaan op Sabbat naar de kerk. On the seventh day. Op de zevende dag. We will be faithful in tithe and offering. We zullen getrouw zijn in het afstaan van de tiende. We will. We zullen. Fout. Fout. Everything we do is contaminated. Alles wat we doen is gecontamineerd, is verontreinigd. All our righteousness is like filthy rags. Al onze gerechtigheid is als vuile klederen. Maybe we're third, fourth, fifth generation Adventist. Misschien zijn we wel derde, vierde of vijfde generatie Adventist. Maybe we're deacons, elders, pastors, administrators. Ook al zijn we dekanen, ouderlingen of pastors. All our righteousness is like filthy rags. Al onze gerechtigheid is als wordt vergeleken met vuile klederen. God is looking for the right answer. God zoekt naar het juiste antwoord. What is the right answer? En wat is het juiste antwoord? When God lays his requirements out. Wanneer God als het zijn verlangens bekend maakt. It's called righteousness by faith. En dat is gerechtigheid door geloof. It's a gift. Dat is een gave. You can only accept it. Het is een geschenk die je alleen kunt aanvaarden. You cannot do it, you cannot earn it. Je kan het niet doen of verdienen. You can only accept it. Je kunt het alleen aanvaarden. And in gratefulness fall down before the Lord. En in dankbaarheid kun je voor de Heere vallen en het ontvangen. Lord, I believe. Help thou my unbelief. En je kan bidden aan de Heer. Heer, ik geloof en kom mijn ongeloof tegemoet. And God will give us salvation. En God die zal ons verlossing schenken. It's free. Het is kosteloos. Not by our works. En niet door onze werken. And when we accept it. En wanneer we het aanvaarden. 1 John 1:9. In Johannes 1 vers 9. If we confess our sins. Wanneer we onze zonden belijden. God is faithful and just to forgive us our sins. Dan is Jezus getrouw om onze zonden te vergeven. And to cleanse us from all unrighteousness. En om ons te reinigen van al onze ongerechtigheden. It has two parts. En het bestaat uit twee componenten. He will forgive. Hij zal ons vergeven. And he will cleanse. En hij zal ons reinigen. Many Christians today. Veel christenen vandaag de dag. Our brothers and other churches. Broeders en zusters uit andere gemeentes. They believe in the first part. Die geloven in het eerste component. If we confess, God will forgive. Als we onze zonden belijden, zal God ons vergeven. They forget it always comes with the second part. Maar ze vergeten dat de tweede component daarop volgt. God doesn't just forgive, he also cleanses. Hij vergeeft ons niet alleen, hij reinigt ons ook van onze zonden. We call the cleansing part sanctification. En dat noemen wij dus heiligmaking. And that's also a gift. En dat is ook een geschenk. But Lord, I want to obey you. Maar Heer, ik wil u gehoorzamen. I know you do. Ik weet dat je dat wil. And you can't. En dat kun je niet doen. But if you ask me to live in you, maar als je mij vraagt om in jou te leven. If I live in you and you live in me, als ik in jou leef en jij in mij. I will be obedient in you. Dan zal ik door jou heen gehoorzaam zijn. And I will do the works that I want in you. En ik zal door jou de werken doen die ik wil dat je doet. I will give this to you. It's free. En ik zal het je als geschenk, zal ik het je overhandigen. All I need you to do is to believe. Het enige wat jij moet doen is dat je moet geloven. And to accept. En het simpelweg te aanvaarden. I will take responsibility. Ik zal de verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Because if God, if you stand at the judgment and God sees you, you will be guilty. Want als jij voor de troon, de troon des gerechts staat en de Heer aanschouwt jou, dan ben je in feite schuldig. But if God the Father sees Jesus, als God de Vader Jezus ziet, instead of you, in plaats van jou, he will declare you without condemnation, like Romans 1:8, like 8:1 says. Dan zal, net zoals in Romeinen 8 vers 1 staat, zal hij ons niet veroordelen. There is therefore now no condemnation to those that are in Christ Jesus. Er is daarom geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. And God will produce the fruits. En Christus zal zelf de vruchten produceren. Of course there's good fruits. En natuurlijk zijn er goede vruchten. The good fruits prove that Jesus is living in you. En de goede vruchten komen wanneer Christus in u woont. But only Jesus Christ can give you that. Maar alleen Jezus Christus kan ons dat geven. We call that the good news. En dat noemen wij het goede nieuws. A long time ago, een lange tijd geleden, when I was younger, toen ik een jonger was, I was 18, toen was ik een jaar of 18, I got a good job offer. Toen kreeg ik een mooie baan aangeboden. It wasn't a good job for Christians. Het was geen een goede baan voor christenen. But it paid a good salary. Maar het verdiende wel goed. And I accepted. En ik ging erop in. Ik ging op dat aanbod in. And the day before I was supposed to start. En de dag voordat ik eigenlijk zou beginnen.
I won't tell you what the job was. It wasn't an illegal job, just not a very good one. Het was geen illegale arbeid die ik zou verrichten, maar het was geen goed werk because wat ik zou doen. I'm embarrassed to tell you what it was. Want ik ben eigenlijk toch best wel verlegen om met u te delen waar het precies om ging. But I accepted. Maar ik ging erop in. And the day before, en de dag voordat ik aan de slag I zou gaan, bed, ging ik naar bed. And the Holy Spirit said, "That's not what I planned for you." En de Heilige Geest die sprak tot me en die zei, "Dit is niet wat ik voor jou in gedachten had." But Lord, I'm studying aviation and I want to be a mission pilot. Maar Heer, ik studeer om piloot te worden. Ik wil graag een pilootzendeling worden. Aviation is expensive. En het kost veel om de studie af te ronden. And my father doesn't have enough money. En mijn vader heeft niet voldoende geld. He's a retired missionary pastor. Hij is inmiddels met pensioen. And so I have to earn my own money to learn how to fly. Dus ik moet zelf aan mijn geld zien te komen, zodat ik dus die studie kan doen. But that's not the plan I have for you. Maar dat is niet het plan wat ik voor jou heb. But I have to make a living somehow. Maar op een of andere manier moet ik toch in mijn noden kunnen voorzien. But that's not the plan I have for you. Maar dat is niet het plan wat ik voor jou uitgestippeld heb. So the Lord and I wrestled till about 2 in the morning. Dus ik en de Heer worstelden tot 2 uur in de ochtend. Finally, I got tired of arguing with God. Totdat ik eigenlijk moe werd van het argumenteren en wedijveren met God. Okay. I'll do it your way. Ik zal het op uw manier doen. But from now on, vanaf nu, whatever happens in my life, wat er ook gebeurt in mijn leven, your fault. Het is uw schuld. I will not take responsibility. Ik neem de verantwoordelijkheid niet op me. I'm holding you responsible. En ik stel u verantwoordelijk daarvoor. I will do what you say. Ik zal doen wat u van me vraagt. If you will help me to do it, I will do it. Als u mij helpt om dat te doen, zal ik het doen. I will surrender my will to you. Ik zal mijn wil aan uw wil onderwerpen. But I don't take any responsibility. Maar ik neem geen verantwoordelijkheid op me. And God said, en God zei tegen mij, it's a deal, I accept. We hebben een deal, ik accepteer dat. And as I look back, en wanneer ik dan terugkijk, from the time I was 18, vanaf dat moment toen ik 18 jaar oud was, it's been a straight path. Is het een rechte weg geweest? Everything started opening up. Alles bloeide en kwam. The young girl that I proposed to when I was 8 years old. En de jonge dame die ik dus ten huwelijk vroeg toen ik 8 was. She called me up. Ze belde me op. I'm in the university. Ik ben nu aan de universiteit aan het studeren. I've decided to come study near at the university where you are. En ik heb besloten om te gaan studeren in de buurt waar jij bent. Are you still interested? En ben je nog steeds aan het studeren aan Andrews University? No, it was in Southern Missionary College. Okay. Dat was een andere universiteit. I said I'm interested. En ik zei ik ben best wel geïnteresseerd. And the relationship started developing again. En die relatie begon weer te bloeien. She said, "I want to study aviation and learn how to fly with you." En ze zei, ik wil studeren, maar ook piloot, en ik wil ook met jou gaan vliegen. I want to finish nursing, and we can study nursing together. En daar wil ik ook de verpleging afronden, zodat we samen mensen kunnen verplegen. We studied aviation and nursing together. Dat is dus wat we deden. We hebben beide gestudeerd voor piloot en voor verpleger en verpleegster. And eventually, over the years, we studied many things. En uiteindelijk hebben we over de vele jaren heen heel veel dingen bestudeerd. We got married. We zijn uiteindelijk getrouwd. Went to the mission field. We gingen het zendingsveld in. And we've been working now for 35 years together. En inmiddels werken we al samen voor 35 jaar lang. I've made mistakes. Ik heb fouten gemaakt. All humans make mistakes. Alle mensen maken fouten. But I never change my mind. Maar ik ben nooit van gedachten veranderd. I will give God all my energy and skills. Al mijn energie zal ik in het werk van God steken. If He will bless me, I will use those the success to advance His work. En als de Heer mij zegende, zal ik dat succes gebruiken om zijn werk weer op gang te helpen. As I look back, en als ik dan weer terugblik. It's not been easy, but it's been fun. Het is niet altijd makkelijk geweest, maar het is me altijd wel goed gegaan. I've been hijacked. Ik ben gehijacked. In prison. Ik werd in de gevangenis geworpen. I've been beaten with clubs. Ik ben met honkbalknuppels I've been geslagen. Twice by gangs. Insulted. What's the word assaulted? Ja. Salt. Insult. Is dat niet beledigd? Nee. Attacked. Aangevallen. Ja, aangevallen. Ja, precies. Sometimes there's an interesting that one. Is true, that is true. You're doing a good job, by the way. Thank you very much. Ja, hij werd aangevallen door Bendis. You can tell a good translator, they're transparent. They just translate and you don't even notice. So thank you very much, Joel. Praise the Lord. Okay. I've gone through these difficult times. Dus ik ging door moeilijke tijden heen.
And every time I remember God's presence at my side. En elke keer herinnerde ik me Gods aanwezigheid. I don't remember the pain. En de pijn herinner ik mij niet meer. I do remember that every time I knew God was standing at my side. Maar ik kan me wel herinneren dat elke keer God aan mijn zijde was. And as I look at the future. En als ik dan de toekomst inzie. I know God will always be there no matter what happens. Dan weet ik dat God bij mij zal zijn wat er ook gebeurt. I do not want to go into the future without him. Ik wil niet met de toekomst ingaan zonder hem. I don't like suffering. Ik hou niet van lijden. But I know. Maar ik weet in that if God always is standing next to me. Dat als God altijd naast mij staan zal. It doesn't matter what happens. Dat het niks uitmaakt wat me ook overkomen you zal. You can walk through the fire. Ik kan door het vuur heen lopen. You can walk through the waters. Je kan door het op het water gaan lopen. And you will come out the other side. En je komt aan de overkant. This is God's promise. Dit is Gods belofte. That when we go to the fire or the water, we will not be burned. En als we door het vuur gaan, wij zullen niet verschroeien. That doesn't mean some of us may not be burned to death. Dat wil niet zeggen dat sommige van ons niet tot de dood als het ware it means that God will be with us branden. The whole entire time and we will be confident that everything will come out fine. Maar het houdt in dat ondanks dat we in die vurige oven zitten, dat God aan onze zijde is en ons comfortabel houdt. How could the martyrs sing as they were in the fire? Hoe konden de martelaren zingen terwijl ze op de brandstapel waren? I was speaking in Italy one time. Ik sprak een keer in Italië. I preached. I had a series in the North Conference. En ik hield een serie in het noordelijk deel van in the southern field. En in het zuidelijk deel. And then they asked me for a weekend in Rome. En toen vroegen ze mij om een weekend door te brengen in Rome. I only had a little short time in Rome. Ik had maar een weinig tijd in Rome. So I preached Friday night. Dus ik predikte op vrijdagavond. And right after church, I had to fly to another place. En direct naar de kerk. Moest ik naar een andere plek vliegen. So Friday night they gave me a quick tour of Rome. Dus vrijdagavond hebben ze mij op een hele snelle tour genomen door Rome heen. They took me to the prison where they say Paul was in prison. En ze hebben me toen gebracht naar het naar de gevangenis waarvan gezegd wordt dat Paulus daar was. They took me to look at the Vatican from outside. En ze hebben mij naar een plek gebracht waar ik het Vaticaan kon zien van buiten. They said, "Do you want to go in and look?" En ze vroegen mij, "Wil je naar binnen gaan en een kijkje nemen?" Want vanavond is het gesloten. Ik zei nee. I don't want to walk in there. Ik wil daar niet naar binnen lopen. I'm happy to look from the outside. Ik ben blij om het van buiten te zien. And to see where the headquarters of God's enemy resides. En ik vind het is interessant om te weten waar het hoofdkwartier van de vijand gevestigd is. Then we went to visit Nero's house. En toen gingen we dus op bezoek bij het huis van Nero. They showed me the Circus Maximus. Dus ze lieten mij iets zien dus van wat getiteld is Circus Maximus. The racetrack in front of Nero's house. Een racebaan. Where they used to burn all the Christians. Waar alle christenen verbrand werden. And while they were burning, the horses were racing. En terwijl de christenen verbrand werden, raceden de paarden. And so I said, stop the car. En toen zei ik tegen hem, stop even de auto. I went out and I knelt down in the very center. Dus ik stapte uit en ik knielde daar in het midden. In het centrum van van die ruimte. En toen bad ik de Heer. This is where thousands of my brothers and sisters gave their life. Hier zijn duizenden van mijn broeders en zusters hebben hun leven opgegeven. They were faithful unto death and they will receive the crown of life. En tot de dood zijn ze getrouw gebleven. En zij zullen de eeuwige kroon ontvangen. Make me faithful like them. Maak mij net zo getrouw als zij zijn. If it's your will for me to be faithful until you come, please make me faithful till you come. Als het uw wil is dat ik getrouw blijf totdat u komt, zodat ik u met eigen ogen zie. It is God's dream to have a people. Het is Gods droom om een volk te hebben. That believe. Die geloof heeft. It's a God's dream to have a people that are possessed by the Holy Spirit. Het is Gods droom dat er een volk is die vervuld is met de Heilige Geest. It is God's dream to have a people that reflect his image. Het is Gods droom dat er een volk is die zijn beeld en gelijkenis reflecteert. And the enemy of God. En de vijand van God seeks every opportunity to erase that image. Is op zoek naar elke gelegenheid om dat beeld dus uit te wissen. So we have the world's movies. Dus we hebben de films, de wereldse films. The violence, het geweld. The immorality, de immoraliteit. The blasphemy,
godslastering. We have the music. We hebben de muziek. We have Satanism. We hebben satanisme. Spiritualism. Occultisme. Attacking a church from every direction. En van alle hoeken en gaten wordt de kerk aangevallen. Why does Satan attack the church? En waarom valt Satan de gemeente aan? God's people are the only people that are standing between him and total control of the world. Dus alleen Gods volk staat tussen hem en de totale controle over de wereld in. You know, it's important in warfare to always know your enemy. Het is belangrijk als je in een strijd verwikkeld bent om je vijand te kennen. I've never been in a military. Ik heb nooit in het leger gezeten. Only God's military. Alleen Gods leger. But one thing is, we know. Maar één ding is zeker. That if you're going to have a war, dat als je in een oorlog zit, you must understand your enemy. Dan moet je vijand moet je kennen. I have a friend in the United States. Ik heb een vriend in de Verenigde Staten. He's a retired lawyer. En hij is een gepensioneerde advocaat. He used to work for the CIA. En hij werkte eens voor de CIA, inlichtingendienst. He has a very, very special talent. En hij heeft een heel bijzondere vaardigheid, talent. When he talks to you on the phone or in person. Wanneer hij dus met je praat via de telefoon of gewoon van persoon tot persoon. Immediately he can tell you what kind of person you are and how you think and how you will act. Kan hij ogenblikkelijk vertellen wat voor persoon je bent, hoe je denkt en hoe je zult handelen. So what was his job for the CIA? Dus wat was nou precies zijn taak voor de CIA? His job was to analyze the enemy. Het was zijn taak om de vijand te analyseren. And tell them. En ze te vertellen. If this person is faced with this option, he will act like this. En hij moest ze dus inlichten over wat dat. Als wanneer als een bepaalde persoon bij je voor een bepaalde situatie staat, zou hij zo handelen. If you attack from this direction, this person will respond in this way. Als je van deze zijde dus de aanval pleegt, dan zal die persoon zal op deze manier zal hij reageren. You have to understand your enemy. Dus je moet je vijand moet je dus kennen. En je moet hem begrijpen. There's nothing that Satan fears most. En er is niks dat Satan het meeste vreest. That God's people. Dan dat Gods volk will give themselves to God in total commitment, zich volledig aan de Heer wijden and put aside the world, en dat ze de wereld achter zich laten and allow God to control them. En dat ze God toestaan hen te beheersen en controle that over hen te hebben. Greatest fear. Dat is zijn grootste angst. That's why he fights so much, en daarom vecht hij zo enorm tegen to ons bring the world's music, om de wereldse muziek, the world's clothes, de wereldse kleding, the world's food, de wereldse voeding, the world's videos and television, en de wereldse video's die we op televisie zien, and the world's worship en into de the church. Wereldse aanbidding in de aanbidding die wij kennen. Please don't be confused. Laten we niet verwaard worden. It is war. Er is werkelijk een oorlog gaande. Do not think everything is normal. Denk niet dat alles zoals het nu gaat normaal is. This is the last generation. Dit is de laatste generatie. And in the last generation, 6,000 years of strategies are being applied to this generation. En 6,000 jaar van ervaring met strategie om Gods volk dus een poot te ontrukken, dat wordt op deze generatie toegepast. So you wonder why there's difficulties? Dus u vraagt zich af waarom er moeilijkheden zijn? You wonder why there's strife and conflict? Waarom er twist en strijd is en conflict? We're in a war zone. Wij bevinden ons in de oorlogszone. Spiritual war. Een geestelijke oorlog. The world. De wereld. And God. En God. And what's the result? En wat is het resultaat? Polarization. Polarisatie. Those that want to follow God are being called to be more godly. Zij die God willen volgen, die worden meer en meer aan Gods beeld gelijk. If you love the world, you're an enemy of God. En als je de wereld lief hebt, dan ben je een vijand van God. That's what God said. Dat is wat de Bijbel zegt. You cannot love the world and love God. Je kunt niet God en de wereld tegelijkertijd oh no, lief hebben. But we like both. Maar we vinden beide leuk. A little bit of the world, een beetje van de wereld. And a little bit of God. En een beetje van God. You know what that is called? Maar weet je wat de Bijbel dat noemt? One foot in the cold and one foot in the hot. Eén voet in het koude en één voet in het warme. It's called lukewarm. Dat heet lauwwarm, lauw. It's called Laodicea. En dat heet ook wel Laodicea. We're fine. Oh ja, ons mankeert niks. Increased with goods and we maken het goed en we komen lijden aan geen gebrek. And we don't know that we're poor, miserable, blind and naked. En we weten niet dat we arm, miserabel, blind en naakt zijn. We think we're fine. We denken dat het ons goed gaat en dat er niks aan ons mankeert. But we're miserable, pitiable, poor, blind and naked. Maar we zijn in feite gewoon miserabel, blind, naakt. But God gives a solution.
Maar God geeft ons een oplossing. Hij klopt. Behold, I stand at the door and knock. Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. All you have to do is open the door. Het enige wat je moet doen is de deur openen. I will come in. En ik zal binnenkomen. And I will fix the problem. En ik zal het probleem oplossen. Jesus Christ has the solution for every problem. En Jezus Christus heeft de oplossing voor elk probleem. When he went to heaven, toen hij de hemel binnenging, Matthew 28, Matthäus 25, he said, all authority is given unto me. Zei hij, alle autoriteit is mij gegeven. All authority in heaven and earth. In hemel en op aarde. How much? Hoeveel? 100% authority. 100% autoriteit. How much is left? Hoeveel blijft er dan nog over? None. Niks. All authority is in God's hands. Alle autoriteit is in Gods handen. Jesus with his blood bought that authority. En Jezus kocht met zijn bloed deze autoriteit. So who's in control op. In the world today? Dus wie heeft in feite voert de heerschappij in deze wereld vandaag? Eén. God is in control. God is in controle. Don't ever think that man is in control. Denk nooit dat de mens in controle is. Don't ever think that human powers are in control. Denk nooit dat menselijke machten het bewind voeren. God, our heavenly Father, and Jesus, our brother, is in control. Onze hemelse Vader en Jezus Christus, onze broer, die voert het bewind. Yes, it's true that Satan has certain rights that God gives him. En het is zo dat Satan bepaalde rechten heeft, rechten heeft gewonnen, but Satan, die God hem gunt. Satan can do nothing without permission. Maar God kan niks doen zonder toestemming van God. There might be a Sunday law this month. Er kan misschien deze maand een zondagswet komen. Yes. Dat kan. Maybe that will happen. Misschien kan dat wel gebeuren. But not because man wants it. Maar niet omdat Satan dat per se wil, of dat met de mens dat wil. God gives permission. Maar omdat God daarmee instemt. And if God says not yet, en als God zegt nog niet, it doesn't matter if the Pope goes to Washington. Dan maakt het niet uit of de paus naar Washington gaat. If God says not yet, als hij zegt nog niet, nobody can do anything. Dan kan geen mens er wat aan doen. Because God loves his people today. Want God houdt van zijn volk. And the angels are holding the winds. En de winden en de engelen houden and de vier winden tegen. Revelation 7 says they're holding the winds because Openbaring 7 zegt dat ze de winden tegenhouden omdat there's a process going on. Omdat er een proces gaande is. A preparation process. Een voorbereiding. A sealing process. Een verzegeling. So the angels are holding. Dus de engelen houden de vier winden tegen. And nobody can move them. En niemand die kan dat verzetten. Evil is increasing. En het kwaad neemt toe. Violence is increasing. Geweld neemt toe. Human authority and oppression are increasing. Menselijke de verdrukking die mensen over ons over andere mensen brengen. Economic, social, political crises are increasing. Economische en politieke crisis neemt toe. The angels are slowly releasing the winds. En langzamerhand laten de engelen de vier winden los. And someday soon the storm will come. En op een dag zal de storm losbarsten. When God gives permission. Wanneer God toestemming daarvoor geeft. So what should we do in response to God's love? Dus wat moeten wij doen als reactie op de liefde die God ons schenkt? Go to sleep. Moeten we gaan slapen? Moeten we gaan dommelen? Ignore God's mercy and just live any way you want? Moeten we Gods genade negeren en leven zoals we gewend zijn te leven? That would be sad. Dat zou heel triest zijn. When somebody is doing so much for you. Wanneer iemand zoveel voor u doet. Our response should be, thank you, Lord. Onze reactie zou moeten zijn, dank u, Heer. The door is yet open. De deur is nog steeds open. There is still time. Er is nog steeds tijd. I can learn to lay everything on the altar. Ik kan leren om alles op het altaar te leggen. I can learn to let go. En ik kan leren om los te laten. I can learn to trust you and hang on to you. Ik kan leren me aan u vast te klampen en op u te vertrouwen. I can learn to lift the weights, the little weights, so someday we can lift the big ones. Ik kan leren om te gaan met die kleine gewichten, zodat ik op een dag de grote gewichten kan. During the last Olympics, I was in Lima, Peru. Sit again. During the last Olympics, I was in Lima, Peru. Tijdens de laatste Olympische Spelen was ik in Peru. I went to the grocery store. En ik ging naar de winkel. There was a big television there. En daar hing een grote televisie. And I saw this man getting ready to pick up a big weight. En ik zag van die mannen die zich klaarmaakten om een groot gewicht op te pakken. He looked like a tree. Hij leek net op een boom. Each leg was bigger than my body. Elke been die was een omtrek meer dan groter dan mijn lichaam. There were four big rings of steel on each side. Okay, en er waren vier grote schijven van metaal. And he bent down. En hij buigde zijn knieën, ging door zijn knieën. And he picked up and as he pulled up, the bar went. En terwijl hij dus optilde, begon die stang te buigen.
I sat there breathless. En ademloos keek ik daar naartoe. Suddenly with one burst of energy. En zag ik hem met één stoot van energie. Boom. Stood there and like threw it down. Hij stond daar en toen wierp hij het neer. How could he do that? Hoe was hij in staat dat te doen? And then I read the title. En toen las ik de titel. Women's weightlifting. Okay. Gewicht heffen voor vrouwen. Hoe kon hij dat nou doen? Maar het was een competitie. It was a lady. Het was een vrouw. I couldn't tell. Ik kon het niet. Ik kon geen onderscheid maken. She was so big and strong. Ze was zo groot en sterk. I thought. Ik dacht. Poor me. Arme ik. I'll never be a weightlifter. Ik zal nooit een gewichtheffer worden. In fact, some of my friends call me El Químico. Enkele vrienden van me noemen me El Químico. Because you have nothing of physical. Omdat je geen niks fysieks hebt. You're a chemist because you're not a physicist, they tell me in Spanish. Because I have nothing physical. Dus ik heb eigenlijk fysiek gezien. And so I said, Lord, at least you can teach me to be spiritually weightlifter. Maar Heer, u kan me wel leren om geestelijk heel sterk teach te zijn. Teach me to trust you with big things. Geloof mij, help mij u te vertrouwen bij grote dingen. So I don't pray only anymore. For only little villages, I pray for entire countries. Dus ik bid niet alleen maar voor kleine gemeenschappen of dorpjes, maar voor hele landen. But David, that's so expensive. Maar David, dat is zo duur. That's what I'm praying for. Maar dat is ook waar ik voor bid. Don't we serve a God that can do anything? We aanbidden toch een God die alles kan doen? The other day, andere dag. I had to travel a year or two ago. I had to travel to some country and I got a ticket on Turkish Air. Okay, dus ik moest dus naar een land toe gaan vorig jaar en toen kreeg ik een ticket waarmee ik zou vliegen met de Turkse vliegtuigmaatschappij. And the plane always stops in Istanbul before going on to the next. En het maakt altijd eventjes een stop in Istanbul voordat het verder vliegt. It was my only time I've ever landed in Turkey. Dat was de enige keer dat ik dus in Turkije een voet op vaste grond zette. And as the plane was landing, en terwijl het vliegtuig dus begon te landen, toen keek ik uit het raam. Lord, you know, I've never been to Turkey. En ik zei tegen de Heer, ik ben nooit in Turkije geweest. I've heard it's a very difficult country for Christians to work in. En ik hoor dat het vrij moeilijk is voor christenen om daar werkzaam te zijn. But there's probably a lot of beautiful people there. Maar er zijn waarschijnlijk daar heel veel mooie mensen. Look at all the lights and all the cars. En kijk naar al die lichten en al die auto's die rijden. Lord, Heer, can you give me Turkey? Heer, kunt u mij Turkije geven? And the Lord said, wherever you put the sole of your foot, that I have given unto you. En de Heer zei tegen mij, waar je ook je voet als het ware op vaste grond hebt gezet, dat wordt jouw grondgebied. So as soon as I got out of the airplane. Dus zo gauw ik uit het vliegtuig ging. I was so anxious. To get out of the airplane. Was ik zo enthousiast om uit het vliegtuig te gaan. Dus ik zette voet op vaste grond. My foot on Turkey, Lord. I stepped on Turkey. En dus ik zette een voet op Turkije. Everywhere you put the sole of your foot, I will give to you. En overal waar jij je voet zet, dat zal ik aan je geven. Ik weet niet hoe. Thank you, Lord. Maar Heer, ik dank u daarvoor. And I went to my connecting flight. En dus ik ging naar mijn, naar de volgende vlucht nam ik. And then I said, my jacket. En toen keek ik om me heen. I left my jacket. En toen kwam het tot de ontdekking dat ik mijn jas vergeten was. I was so anxious to step on Turkey, I forgot about my jacket. Ik was zo enthousiast om een voet op een grondgebied van Turkije te zetten dat ik mijn jas vergeten was. But they were so nice. They went running back to the airplane and they brought me my jacket. Maar ze waren zo vriendelijk dat ze dus terugrenden om mijn jas aan me te geven. Such beautiful people. They're so courteous and kind. En ik zei tegen mezelf, wat zijn dit toch zulke geweldige mensen? Ze zijn zo vriendelijk. But the Lord. I don't know how the Lord was going to answer it. Maar ik weet niet hoe de Heer mijn gebed zou verhoren. You can't make programs, Christian programs in Turkey. Je kunt geen christelijke programma's opzetten in Turkije. Where do you find Turkish people to make Turkish programs that are Christian? Waar vind je Turkse mensen die christelijke programma's ontwikkelen die dus in Turkije gedaan worden? About 10 years ago. Ongeveer 10 jaar geleden. The Lord put on my mind. Maakt hier mij indachtig. You have to work in Bulgaria. Je moet in Bulgarije werken. Why Bulgaria? Waarom Bulgarije? There's a bunch of communist guards there that beat up all the Christians. Er zijn zoveel communistische wachters die al die christenen dus. Those are the stories you read, you know, about Bulgaria and
All the prisons with the torture for the Christians. U hebt er al over gehoord hoe christenen gemarteld worden in de gevangenis in Bulgarije. I thought all the Bulgarians are big guards like this. En ik dacht dat al die wachters in Bulgarije heel groot waren, fors. That was my imagination. Dat was de voorstelling die ik had. You have to go to Bulgaria. Maar je moet naar Bulgarije gaan. The union invited me to go to Bulgaria. En de Unie nodigde mij uit om daarheen te gaan. So I went to Bulgaria and I preached. Dus ik ging daarheen en ik predikte daar. And I found they had already printed the book Mission Pilot. En ze hadden al het boek Zendeling Piloot hadden ze geprint. The same book that they showed you this morning in Dutch, they printed it in Bulgarian. Dat is dus het boek die u vanochtend ook gezien hebt. Die hebben ze in Bulgarije hebben ze dat uitgebracht. And then they printed the book Mission Miracles as well. En toen hebben ze ook het boek uitgegeven Wonderen van het zendingswerk. They invited me a second time. Dus ze hebben mij een tweede keer uitgenodigd. And then I got to begin to know the people. En toen begon ik een beetje kennis te maken en de mensen begon ik te leren kennen. And then somebody called me and said, "Could you come back? Maybe we can start a project together." En toen belde iemand mij op en die zei, "Zou je niet willen opbellen? Misschien kunnen we samen een project beginnen." Today, just like we have Advent Media and Light Channel for Netherlands. Zoals we Advent Media en Light Channel hebben in Nederland. We have Light Channel Bulgarian. Hebben we ook Light Channel in Bulgarije. I still didn't understand. En ik begreep het nog steeds niet. One day, op een dag, I was meeting with the team. Toen had ik een vergadering met het team. I just came from Bulgaria 2 days ago. Ik kwam pas 2 dagen kwam ik van Bulgarije. You know what they said? En weet je wat ze toen zeiden? Someday we have to reach Turkey. Op een dag moeten we ook Turkije zien te bereiken. Yes. Ja. But how do we do that? Maar hoe gaan we dat doen? Oh, Uncle David, it's easy. Oh, wacht, het is heel simpel, oom David. We share a large border with Turkey. We are going. We share a large border. Oké, we delen een hele lange grens met Turkije. All we have to do is build a media center on our side of the border. Het enige dat we moeten doen is dat we dat mediacentrum moeten we dus opbouwen aan onze zijde van de grens. Everybody speaks Turkish at the border. En iedereen spreekt Turks aan de grens. Our people work over there and their people work over here. En onze mensen werken daar en die werken weer aan onze zijde. And we will produce programming in Turkish. En we zullen dus programma's in het Turks ontwikkelen. By the way, I want you to know there's some real miracles happening among the Muslims. Er vinden bijzondere wonderen vinden plaats onder de moslims. By the way, Muslims are sons of Abraham too. Ook zij zijn zonen van Abraham. And there's about a billion Muslims that God loves very much. Er zijn ongeveer 1 miljard moslims die ook door God geliefd worden. And God is through dreams revealing more and more to our Muslim brothers and sisters. En door middel van dromen wordt meer en meer aan onze broeders uit de moslimwereld getoond. God has big plans. En God heeft ook bijzondere plannen voor hun. For all peoples on earth. Voor iedereen heeft die grote plannen in petto. They have to hear the message. Ze moeten de boodschap horen. And Adventists have a very special part to play in reaching Muslims. En Adventisten spelen een bijzondere rol in het verkondigen van die boodschap. We don't eat pork. We eten geen varkensvlees. We don't drink, we don't smoke. We roken niet, we drinken niet. Well, some Adventists don't drink. Sommigen drinken niet. If God calls you to work with the Muslims, you better be a good Adventist. Als God u roept om onder de moslims te werken, dan kunt u maar beter een goede Adventist zijn. If you're a worldly Adventist, don't get involved in Muslim ministry. Als u een wereldsgezinde Adventist bent, dan moet u er niet aan beginnen. In the Philippines, we in de Filipijnen. Work with our helicopter in southern Philippines goes into all of the mountains where all the Muslims are. Wij vliegen met onze helikopter over het zuidelijk deel van de Filipijnen. And we have permission to work in all those villages because Adventists are not Christians, they say. Ook en wij die hebben de toestemming gekregen om in die dorpen werkzaam Christians te zijn. Eat pork. Omdat Adventisten niet worden beschouwd Christians als christenen. Drink and smoke. Christenen die eten namelijk varkensvlees, drinken en roken. Christians look at pornography. En christenen kijken naar pornografie. Christian countries are the biggest producers of pornography. En christelijke landen die zijn de grootste producenten van pornografie. Seventh-day Adventists are not Christians, say the Muslims. Zevende-dag Adventisten zijn geen christenen, zeggen de moslims. They're Seventh-day Adventists. Het zijn Zevende-dag Adventisten. There's a big difference. En dat is een groot verschil. Is that true? Is there a difference? Is dat zo? Is er een groot verschil? There should be. Tenminste, het zou er wel moeten zijn. By the way, there are some beautiful, lovely Christians among all the other churches. Er zijn ook hele mooie christenen in andere gemeentes. Some of them
reflect Christ better than we do. En sommigen weerspiegelen het beeld van Christus beter dan wij doen. So in no way do I want to criticize our lovely brethren in other churches. Dus op geen enkele wijze wil ik onze broeders en zussen op een of andere manier bekritiseren. There's more children of God there than there are inside. Er zijn meer kinderen van God elders dan in de Adventgemeente zelf. But God gave us a mission. Maar God gaf ons een missie. To reflect His character. Om zijn karakter te reflecteren. To lift up the character of love before the world. Om zijn karakter van liefde te verheffen. To believe. Om te geloven. To receive salvation by justification. Om verlossing te ontvangen door rechtvaardigmaking. To receive the gift of sanctification. En het geschenk van heiligmaking te ontvangen. And to receive the Holy Spirit. En om de Heilige Geest te ontvangen. And to go out across the world. En de hele wereld, over de hele wereld te gaan. And share the good news of Jesus coming. En het goede nieuws van Jezus' spoedige wederkomst te delen. By the way, Jesus is coming back Jezus very, komt very soon. Heel, heel spoedig terug. My mother told me. Mijn moeder zei eens. She doesn't walk very well, very much anymore. En ze loopt niet meer zo soepel. She said, David. Ze zei David. I want to rest. Ik wil gaan rusten. Before Jesus comes. Voordat Jezus terugkeert. But not your father. Maar niet je vader. Your father does not intend to rest when Jesus comes. Je vader heeft niet voorgenomen om te rusten voordat Jezus terugkomt. Your father is working very hard. Je vader werkt heel hard. He's over 80. Hij is al over de, hij is 80 gepasseerd. Overal doet hij missionary work. And he intends to be alive when Jesus comes. En hij heeft voorgenomen in leven te zijn wanneer Jezus terugkeert. I believe my father will see Jesus come. En ik geloof dat mijn vader Jezus zal zien wanneer hij terugkeert. We're at the edge of eternity. En we staan op de drempel van de eeuwigheid. God has a dream. En God heeft een droom. A people. Een volk. That by faith will follow the Lamb. Die door geloof het lam zullen volgen waar hij ook heen gaat. That will go anywhere he goes. Die hem op de voet zullen volgen waar hij ook mag gaan. A people that will accept the gift of sanctification. En die het geschenk van heiligmaking ook willen ontvangen. So that Jesus will live in us. Zodat Christus in ons kan leven. So that Jesus can reflect his father's character inside of us. En dat hij zijn vaders karakter in ons tot stand kan brengen. God has a dream. En God heeft die droom. Do you want to be a part of God's dream? Wilt u ook deel zijn van die droom? I do. Ik wel. God will do it for you. En God zal het voor u doen. It's a free gift. Het is een geschenk. But that means we have to recognize. Dat betekent dat we moeten het zien. There's a preparation moet onderscheiden. Process. En er is er gaat een proces daar vooraf aan daaraan. We cannot go to the final exam unless we prepare. We kunnen niet het laatste examen afleggen als we ons niet voorbereiden. Spiritually, geestelijk, physically, fysiek, economically, economisch, a putting away of the world, door ook de wereld naast ons te leggen, a spending time with God's word, en tijd door te brengen in Gods woord, gathering together in prayer with your brothers and en dat sisters, we samen bijeenkomen in gebed met onze broeders en zusters. Reading the spirit of prophecy so we know what the game plan is. De geest, dat we ook de geest de profetie lezen, zodat we van alles op de hoogte gesteld believe worden. King Jehoshaphat said, believe his prophets and so shall you prosper. En koning Jehoshaphat zei, geloof in zijn profeten en het zal je goed gaan. We'll have more chance to talk this afternoon. En vanmiddag krijgen we de kans om er verder over te praten. I was in Puerto Rico last year. Vorig jaar was ik in Puerto Rico. First, Elder Stephen Boer, Pastor Stephen Boer preached. Eerst predikte ouderling Stephen Boer. Then we had a lay pastor give about 4 days of presentations. En toen was er een lay pastor, dus een soort van ouderling, iemand die niet ingezegend is. And I had the last weekend. En ik had het laatste weekend van mijn rekening. At the university church. Aan de universiteit van de kerk. I just spoke with the conference president 2 days ago. Ik sprak 2 dagen geleden met de president van de conferentie. He asked me please to come back. En hij vroeg mij om terug te keren. And I will be flying the mission airplane down through Puerto Rico. En we landen met ons vliegtuig in Puerto Rico. I accepted an appointment. En ik heb die uitnodiging heb on ik September 26. Aanvaard op 26 september. A few days from now. Over een aantal dagen. I will be speaking once again in the university church. Spreek ik nogmaals in de gemeente van de universiteit. So we had to finish the week. Dus we konden de week tot het einde brengen. And as I was shaking people's hands on the outside. En terwijl ik iedereen een hand gaf. An old pastor came by to shake my hand. Kwam er een oude pastoor kwam voorbij om mijn hand te schudden. He was crying. En hij stond te huilen. He said, he gave me his name. Hij vertelde mij zijn naam. He said, you don't know me.
Hij zei tegen mij, je kent me niet. But I studied seminary with your father. Maar ik heb dus aan het seminar heb ik gestudeerd met je vader. I knew when you were born. En ik weet wanneer je geboren werd. He said, I knew you were born without intestines. En ik weet dat je geboren werd zonder, intestines, darmen. Your intestines were all in pieces. En je darmen waren aan vlaarden. You had 3 major surgeries in the first 2 weeks of your life. Tijdens de eerste 2 weken van je leven heb je 3 belangrijke operaties ondergaan. Your father told all of us the story. En je vader heeft dit verhaal met ons allen gedeeld. And then you were anointed. En toen werd je gezalfd. And the next day. En de volgende dag. God put new organs inside of you. Heeft God je nieuwe darmen gegeven. En nieuwe Everything organen. Was begin to function. Alles werd functioneerde. Your father was preparing the funeral service. En je vader die had al het overlijden. Hij had zich al voorbereid op jouw overlijden. And today, God gave me the desire of my heart. En vandaag heeft God mij het verlangen gegeven in mijn hart. I was praying, Lord, bless your people, prepare them for your soon coming. En ik bad tot de Heer. Ik zei, Heer, bereid uw volk voor op uw spoedige wederkomst. And he said, when you made your last invitation today. En hij zei, toen jij je laatste uitnodiging deed. The Lord opened my eyes. Toen heeft de Heer mijn ogen geopend. And I saw drops of fire falling on people's heads. En ik zag druppels van vuur op mensen hun hoofd komen. He was crying. He vallen. Said, God answered my prayer. En toen zei hij, God heeft mijn gebed verhoord. The Holy Spirit is being poured out today. De Heilige Geest werd vandaag uitgestort. But we have to receive it. Maar we moeten het ontvangen. And so it is my prayer today. En zo is het ook mijn gebed vandaag. That in a very special way. Dat op een hele bijzondere wijze vandaag. You will receive the gift of the Holy Spirit. De Heilige Geest zult ontvangen. So that God may cleanse us from all unrighteousness. Zodat God ons mag reinigen van al onze ongerechtigheden. That his dream may be fulfilled. Dat zijn droom tot vervulling komt. That a people will be ready. Dat er een volk zal zijn die klaar is. To fully receive the Holy Spirit. Om de Heilige Geest zonder mate te ontvangen. And that they may go out to all the world. En dat ze de hele wereld in mogen gaan. And prepare them for Jesus coming. En ieder mogen voorbereiden op de komst van Christus. We're a large group here. We zijn hier met veel mensen. Some of you will not be in the afternoon, I know. En sommige van u die kunnen het middagprogramma niet meemaken. So I want to ask. Dus ik wilde u nu de vraag stellen. If there's somebody here today. Als er iemand in ons midden is. It doesn't matter how many. En het maakt niet hoeveel er zijn. But if it's your decision. Maar als het uw besluit is. To say, Lord, here I am. Om tegen de Heer te zeggen, Heer, hier ben ik. You can have all of me. U kunt mijn geheel hebben. Everything I am. Alles wat ik ben. Everything I have. Alles wat ik heb. I place on the altar. Dat leg ik op het altaar. That you might have your dream fulfilled. Zodat uw droom tot vervulling komt. And that I will be part of your people that reflect your image. En dat ik deel mag zijn van dat volk dat uw beeld en gelijkenis weerspiegelt. Whatever it takes. Wat het ook mag zijn. Please do it. Doe het. Geef alles. Leg alles op het altaar. That I might be part. Zodat ik deel mag zijn of your dream. Van uw droom. If that is your desire today, als dat uw verlangen is, I'm going to ask you to get out of your chair. Dan wil ik u vragen van uw stoel op te staan. And to join us en for hier, a special prayer of consecration. En hier naar voren te komen voor een speciaal gebed. It is time to stop sitting down. Het is tijd om te stoppen met het stilzitten. And start making decisions. En het is tijd om besluiten te nemen. It doesn't matter if you're in Europe or in South America or in Africa or Asia. Het maakt niet uit of u zich bevindt in Europa, in Azië of in Zuid-Amerika. It is time to make decisions. Maar het is nu tijd om een besluit te nemen. If you heard God's invitation today, would you please join us for a special prayer? Als u Gods uitnodiging gehoord heeft, wilt u dan naar voren komen?
If there's room in front of you, just keep coming forward, please. There's other people behind you. Er is nog voldoende ruimte. Dus mensen kunnen naar voren komen. You need to realize. U moet zich realiseren. The decisions that you are making. Dat de besluiten die u nu neemt. Is exactly what the enemy dreaded most. Is dat juist wat de vijand het meeste vreest? When God's people make remove every obstacle. Wanneer Gods volk elk obstakel uit de weg ruimt. So the Holy Spirit can work. Zodat de Heilige Geest kan werken. Satan knows. Satan weet dan. That his days are short. Dat zijn dagen geteld zijn. And these are decisions you have made. En dit zijn de besluiten die u genomen hebt. If you're able, would you please, all of us, and today, kneel down, please, as we have a closing prayer. En zoals u besluit hebt genomen, zullen we neer gaan knielen. Heavenly Father. Hemelse Vader. We are so grateful to be alive in this last generation. We zijn zo dankbaar dat we tijdens deze laatste generatie leven. We are so grateful that you have offered to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. En we zijn zo dankbaar dat u het voorstel hebt gedaan om ons te reinigen van alle ongerechtigheden. And so Lord, we have made our decision. En zo daarom hebben we deze besluit genomen. Hier zijn we. Take all of us. Neem ons alle aan. Everything we are. Alles wat we zijn. Everything we have is yours. En alles wat we hebben komt u toe. Take it. Neem het aan. That you might prepare us. Zodat u ons mag voorbereiden. That you might anoint us. Dat u ons mag salven. That you might discipline us. Dat u ons mag disciplineren. That you will do whatever is necessary. Dat u alles doet wat nodig is. That we might be used by the Holy Spirit. Dat we door de Heilige Geest gebruikt mogen worden. To carry the gospel. To all the world. Om dat evangelie te verkondigen aan de hele wereld. The three angels' messages. De drie engelen boodschap. Must reach every home. Moet elk huis bereiken. Every country. Elk land. Every language. Elke taal. The entire world. De hele wereld. It is the last invitation of mercy the world will ever hear. Het is de laatste uitnodiging van barmhartigheid die de And wereld we still ooit horen zal. Have time. En we hebben nu nog steeds tijd. Thank you that the door is open. We danken u dat de deur nog steeds open staat. Thank you that it is not closed for us. We danken u dat de deur niet gesloten is voor Because ons. We know. Want we weten. The door will close for God's people while it is yet open for those that never heard. Dat de deur voor Gods volk zal sluiten wanneer het voor hen die het nooit gehoord hebben nog open zal staan. May we not fail to come through that door. Heren, laten we die kans niet aan ons voorbij glippen. Take our families, neem onze familie. Our children, our loved ones, onze kinderen, onze geliefden. Bless our leaders, zegen onze leiders. Our deaconesses, our deacons, onze decanen. Our elders, onze ouderlingen. Our pastors, onze administrators, predikanten. Pastor Ted Wilson, pastor Ted Wilson. Dr. Ng. Dr. Ng. That are leading the world church. Die dus de wereldkerk besturen. Give them divine wisdom. En schenk ze bovennatuurlijke wijsheid. May we understand the times that we live in. Laten we de tijden begrijpen waarin we leven. But we pray specifically for each of us. Maar we bidden specifiek in het bijzonder voor een ieder van ons. Anoint us with the Holy Spirit, we pray. En salf ons met de Heilige Geest, dit bidden wij. May we see you come very soon in the clouds of glory. En dat we spoedig uw komst op de wolken des hemels. And say, this is our God. En dat we mogen zeggen, dit is we onze waited God. For him. Op hem hebben we gewacht. And he will save us. En hij zal ons verlossen. In Jesus' name we pray. In Jezus' naam bidden wij dit. Amen. Amen.